Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met het eerste paasarrangement, paasvoorjaararrangement. Want ik kreeg er heel veel vragen naar. Goh, kan je alvast wat laten zien? Er komen natuurlijk nog heel veel video's aan in de paasweer, maar het is zeker een hele leuke. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneren is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uronlinebloemist.nl, daar vind je onder kopje cursuspakketten. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel het op Facebook of Instagram, dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. In de vorige video is er een winnaar bekendgemaakt. En in de vorige video heb ik nog ook nog een leuke winactie. Dus als je deze video klaar hebt, kan je daar eventueel naartoe om daar nog aan mee te doen. Die loopt nog. Vandaag gaan we aan de slag met dit mooie teakhouten onderstel. Dit mooie Tempex, een Tempex ei. Dus ik zal zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Ik haal je even iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Zelf vind ik deze ondergrond echt prachtig. Het is een teakhouten ondergrond. En daar gaan we straks het ei op verwerken. Het leuke is, officieel is het een flessenhouder. Dus je kan er ook later een wijnfles in doen als je het leuk vindt. Maar wij gaan er nu een bloemstuk op maken. En we gaan hem dan zo opmaken. En zoals je ziet geeft het dan een heel mooi effect. Allereerst gaan we natuurlijk het Tempex eventjes bekleden. Dit doen we met raffia om een beetje dat paaseffect te creëren. Je kan hier natuurlijk ook een nestje of iets mee maken. Maar ik vind het heel leuk om dit om het Tempex te plakken. Dit doe ik met lijm. Ik gebruik er gewoon warm lijm, maar let op dat deze niet te warm is. Je kan ook koud lijm gebruiken. En je neemt de binnenste zijde neem je mee en dan werk je buitenom eromheen. Nou, het ei is bekleed. Mocht je nou straks nog een beetje Tempex zichtbaar hebben, kan je daar nog een stukje op plakken. Maar de onderkant is natuurlijk niet helemaal zichtbaar. En we leggen hem dan dus straks dwars hierop. Hieronder vind ik het wel mooi om iets een nestje te maken. Dat kan je bijvoorbeeld doen met wat Tillandsia en een beetje mos. En dat geeft dan gelijk een natuurlijke sfeer. We gaan wel wat in natuurlijke sferen opmaken. En ik vind het altijd wel heel erg mooi. Je kan hem eventueel ook, ik heb ook knalroze raffia, maar ik vind dit zelf heel mooi. Maar je kan het natuurlijk in elke gewenste kleur maken. Nou, zo klemmen we hem vast en dan doe ik er nog een beetje mos omheen en dan hebben we al een hele mooie basis. Hierin bevestigen we wat oase en daarin maken we het stukje. Ik snij altijd de zijkantjes bij de oase even af, dan kun je straks goed wegsteken. En dan gaan we beginnen met de bloemen. Dan beginnen we eerst met galax. Op deze manier is dan gelijk de Tempexbol van binnen ook niet meer zichtbaar. En dat steek eromheen als basis. Aan alle kanten eentje. Dan wat asparagus. Dit geeft natuurlijk het sierlijke effect. Die steek ik weer tussen het galax. Maar dat doe ik wel kort, dus je kan het takje gewoon splitsen. Geeft ook altijd net een mooi speels effect. Dan gebruik ik mooie roosjes in het midden.
En ik werk dus op groepjes. Maar je kan hem natuurlijk ook gemengd opsteken wat je daarin zelf het leukst vindt. Maar ik vind dit wel mooi bij de sfeer passen. Een mooi disteltje. Dan wat gipskruid. En dit werk ik heel compact erin. En je kan het eventueel op draad zetten als je dat makkelijk vindt. En dit doe ik op meerdere plekken. Dan gebruik ik glissiantes en afhankelijk van hoeveel bloemen jouw tak heeft, werk je deze ook kort erin. We werken dus echt mooi compact, zodat we dat ei-vorm erin houden. Dan doe ik aan deze kant ook een disteltje. Super mooi, zo die kleurtjes bij elkaar. Dan heb ik een mooie anjer. Heeft wel eens een groene anjer ook heel erg mooi erbij. En mocht ik nou nog gaatjes hebben, vul ik dat verder op met het materiaal dat ik overhoud. Dus het gipskruid en eventueel een lysiantus. Nu ben ik zelf persoonlijk geen fan van echt heel veel knalgeel met paarsen. Maar je kan paarsen, dat wordt natuurlijk wel een beetje gelinkt aan geel. En je kan wel heel leuk subtiel geel toevoegen. Dit doe ik vaak op Craspedia's, dus vind ik heel zielig. En die vind ik dus wel echt super leuk. En ik vind het dan leuk om dan ook weer mee te buigen. Dus ik steek hem erin en ik laat hem dan meelopen in het stuk. En dan zet ik hem even vast met een krammetje. En eigenlijk vind ik deze Craspedia bolletjes overal leuk bij staan. Eventueel kan je ze ook verven. Dat is ook heel leuk. Geeft ook een heel leuk effect. Ik heb het toevallig voor mijn schoolopdracht toe gedaan. Of spuiten met een spuitbus. Dus dat is echt heel erg leuk. Maar we gaan ze dus nu erin steken. En we gaan ermee buigen. En dan zetten we ze even vast. Kijk hoe leuk effect dit geeft. Je kan er natuurlijk zelf kiezen hoe lang je dit wil. Of je het echt in het ei wil. Ik laat hem iets doorlopen. Dat vind ik heel erg leuk. Mocht je nou leuk vinden, kan je ook nog het quattro eitjes toevoegen. Dit kan je toevoegen in het stuk zelf. Dus in het ei zelf of eromheen. En ik doe er dan nog wat mos om het ei heen. Dat vind ik ook leuk staan. Heel klein beetje. Hoeft echt niet veel te zijn. Maar geef net even het groene natuurlijke sfeertje. En dan is dit het eerste paarsstuk. Heel erg natuurlijk en stoer door de ondergrond. Je kan natuurlijk helemaal je eigen stijl aangeven. Je kan de Tempex ei eventueel ook met andere dingen beplakken en lijmen. Dus dat kan je eigenlijk helemaal doen zoals je zelf wil. Ook kan je zelf de eigen kleur kiezen wat je leuk vindt. Dus wat mij betreft echt een super toffe video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat even hieronder weten wat je van deze video vond. En je kan dus nog meedoen met de vorige winactie. Dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!